heb hier een krukje gemaakt. En daar moet een stoel op komen. En dat is... wil die stoel, die moet kunnen draaien op dat krukje. Nou heb ik hier zo'n schijf die twee kanten op kan. Maar je kan ook zo niet drukken omdat het veel te zwaar gaat. Maar goed, daar zitten sleuven in. Nou komt de ene helft, als ik dat draai, kan ik dat aan die stoel vastschroeven. Dat is geen probleem. Maar nou als ik die stoel daarop zit... En ik wil hem aan die kruk vastschroeven. Dan kun je wel voorstellen. Dan kan ik met mijn schroevendraaier niet onderkomen. Dus ik moet iets maken. Dat heb ik hier al gedaan met een draadeind. Dat ik gewoon met gaten in die kruk ga. En dat ik met de onderkant ook met een moer vastdraaien. Nou zitten hier twee moeren. Dus dat wordt, dan gaat hij op die moer staan. En nou had ik bedacht, als ik nou een extra plaat neem en daar monteer ik het op, het geheel. Dus dan kan ik die moer die eruit steekt, kan ik hier uitfrezen, de diepte van die moer, dat ik daar geen last van heb. En als dat geheel hierop zit, dan schroef ik dit weer op die kruk. Zo, kan ik er gewoon erbij. En dan als ik dat eraf wil halen, dan kan ik dat zo, dat plaatje met die stoel eraf halen. En dan kan ik hem erop monteren zoals ik hebben wil. Ik kan natuurlijk ook direct op de kruk doen. Kan ook. Misschien ga ik toch dat wel doen. Want dit is natuurlijk wel een fase meer. En nu kan ik dat gewoon doen. Hier een beetje openingetjes in frezen. Dat die er plat op komt. En dan kan de onderkant van die kruk kan ik gewoon schroeven. Dus ik heb... Nee, ik beslis nu dat ik deze plaat niet ga doen. Ik ga het hier op monteren. Hoeveel heb ik nodig qua lengte nog? Nou, dat is ongeveer dit. Ongeveer. Kan jou het schelen. Dus ik heb nog een lengte nodig, zeg maar, van 3. Als dat eruit steekt, dan kan ik er nog een moer op kwijt. Eventueel met een ringetje. Voor die onderkant. Dus als ik hier 3 centimeter. Hoe meet ik dat nou? Van bovenaf. Ja, gewoon vanaf de plaat 3 centimeter. Ga ik dat afzagen. Doe ik er weer hierop. Ga ik weer zagen. Doe ik hem daarop. Weer zagen. Dan heb ik 4 van die pootjes. Die zet ik vast. En die zet ik zo erop en ik geef een slag met een hamer dat die afdruk van die pootjes, die komen hier. Nou, daar boor ik het gat en dan vrees ik een kantje voor die moer. Klaar is Kees. Koos. Klusje, waar word ik er ongeduldig van, dat die moer naar het eind moet. Saai en ongeduldig word ik ervan. Maar ja, het kan toch niet anders. Ik kan het niet van tevoren doen, want dan kan ik hem er niet doorheen halen. Ik kan natuurlijk wel alvast wat lengtes afzagen. Deze lengte. Die kan ik hier natuurlijk aantal afzagen. Ik moet er nog 3 doen. Dat scheelt me iedere keer dat die moer naar het eind toe draaien. Dus dat zagen, dat zit er toch in. Het hoeft niet per se op dat ding te gebeuren. Ik heb wat vleugelmoertjes had ik toevallig van die maat. Dus dat gaat goed. Dan kan ik die gewoon gebruiken. Ik heb niet genoeg ringetjes. Maar daar gok ik wel even op. Zo. Kijk. En dan moet dat een beetje draaien, maar dat doet het niet makkelijk. Oké. Dan wil ik hem wel in het midden hebben. Denk ik.
kan ik even kijken. Dit is, als ik hem op het eind hou en ik meet, is dat 30 centimeter. Dus als ik daar de helft van neem, 15, dan zouden hier ook 15 moeten zitten. En dat klopt. Nou, dat zal de andere kant ook zijn, want het is vierkant. Dan ga ik ook 15. 15, dat klopt. En hier is die. Geen 15, maar... Nou ja. Kijk. Dan kan ik dit als maat nemen. Die 15. Oké. Okay. Zo. Als ik die lijntjes nou een beetje aanhoud, dan moet ik er zo zijn. Dan wil ik daar een afdruk maken dat ik precies weet waar die gaatjes zitten. Zie ik dat? Ik moet toch vrij hard slaan, wil ik dat zien. Dus ik doe er even een potloodlijntje eromheen. Zodat ik dat kan terugvinden. Dus. Ik heb nog wel wat stelmogelijkheid, dus het maakt niet zoveel uit. Nu zitten ze al in het midden van het sleufgat. Dus ik kan hem altijd nog een beetje verplaatsen als het niet klopt. Dus daar zit het risico niet. En dus moet ik gaatjes maken van rond 8. Dan zit hij er strak in. Kunnen we doen. Moet zomaar lukken. Nou kan ik draaien. Nou, dat zit prima. Dat ga ik niet doen, dat vrees ik. Vrees ik. Kijk, en dan zit precies. Zie ik dat? Maar, als die stoel erop zit, dan kan ik hier niet meer slaan, hè? Dit is wel leuk, maar dat moet ruimer. Anders krijg ik hem er niet in. Nee, dat gaan we niet doen zo. Dat gaat niet goed, want als hier die stoel op zit, kan ik niet slaan. Dit zit veel te strak. Gaan we opboren. Met een boor van 10. Thank you.
Nou gaan we die instelmogelijkheid benutten. Wat moet. Kijk, dan kom ik met mijn stoel aan en dan zeg ik even zoeken en ik druk hem er zo in. En dan is het een kwestie van vleugelmoeren eraan en je bent klaar. Als je dat afgezaagd hebt, zo'n draadend, dan zit hier een braam aan en die moet je eraf halen. Hier zie je dat. Anders gaat die moer er scheef op draaien. Dus dan neem je een ijzerveil. En dan haal je hem gewoon lekker langs. En zit er nog een uitsteeksel. Recht eroverheen. Je kan natuurlijk op een slijpmachine ook doen, maar dat is iets gevaarlijker met zo'n kort stukje. Kijk, gaat die zonder moeite erop. Dan kom je niet in de problemen.